Eigenlijk gewoon omdat het kan. Het is, op dit moment staat het record op de naam van de Efteling. En daarom weten wij dat er een record is. En toen dachten wij, nou als zij het kunnen, kunnen wij het zeker. En nu op deze mooie Aalterdag dachten we, laten we het hier gaan proberen. Lekker evenementje erbij. Dus dat is eigenlijk het idee. Hoe hoog willen jullie de stapel gaan maken? Altijd zo hoog als mogelijk. Dus, eigenlijk zo hoog als het kan. Het liefst boven de meter. Er staan er verschillende pannen achter je van verschillende groottes. Waarom is dat? Het idee is, hoe hoger de stapel wordt, hoe meer die gaat wankelen. En hoe kleiner de pannenkoeken daarna worden, hoe meer stabieler het weer wordt. Dan begin je eigenlijk weer op een nieuwe vlakte. Dan kun je dus nog hoger. We oefenen niet, het is gewoon eenmalig. Mocht het niet lukken, dan hoeven we het nog. Probeer het nog een keer volgend jaar. Wat gaat er nou met de pannenkoeken gebeuren die jullie straks gebakken hebben? Ja, wij vinden het zonde om alles weg te gooien. En omdat het een grote stapel is, blijven de meeste pannenkoeken warm. Dus geven we deze pannenkoeken allemaal gewoon aan de mensen hier op het plein weg. Wanneer horen jullie of jullie dan echt het record hebben? Dat kan een paar weken overheen gaan, omdat ze niet zelf hier zijn. Mochten we het halen, dan is het record gehaald. En daarnaast is het nog maar de vraag of het dan wel in het boek komt. Maar het record is al sowieso mooi om te halen.